De titel van mijn column is Energie Neutraal. In de gemeente Bergendal komen volgens het collegeakkoord de komende vier jaar geen windmolens. In de gemeente Wiegen ook niet. In de gemeente Heumen en Nijmegen daarentegen weer wel. Dat worden nog interessante tijden in de regio. Want in het coalitieakkoord van Nijmegen staat ook nog eens dat Nijmegen wil kijken waar windmolens in de omringende dorpen kunnen komen. Wat is dus een soort windnoorbeurschap onder het motto: Beter een goede buur dan een verre wind? In Wiege en Bergendal kunnen ze hun borst nat maken met deze windliefhebbende buurman en buurman. Want de gemeente Heumen weet wel dat ze windmolens gaan plaatsen, maar nog niet waar. Ik doe de suggestie een paar windmolens lekker dicht op de grens met Wiege en Bergendal te zetten. Eens kijken wat er dan gebeurt. Ik vind het gewoon politiek in wiegen. De opmaak van foto's en teksten van het coalitieakkoord is wel zwaar in een heel duurzaam aandoende kleur groen uitgevoerd, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee op qua duurzaamheidselan. Er wordt gesproken over stevige ambities. Nou, dat valt zwaar tegen. Niks zelf doorpakken. Vooral initiatieven van anderen stimuleren. Johan de Kiviet... De fractievoorzitter van Sociaal Wiegen zei dan ook zeer terecht dat Wiegen op deze manier met Sint-Jutemus nog niet energie neutraal is, terwijl 2040 het politieke streven is. En dat is toch een stuk eerder. Tijdens een duurzaamheidsdebat in Wiegen werd het idee geopperd om in de tuin voor het kasteel een levensgrote barometer te zetten, waarop af te lezen valt hoe ver de gemeente gevorderd is met de energie neutraliteit. De aanwezige politici vonden het een strak plan. Maar ze hadden geen flauw idee hoe je dit kunt meten. Niet meten is niet weten. Dat schiet dus lekker op. Misschien gewoon wat concrete doelen uitspreken en er naar handelen? Waar een wil is, is, een weg. Nijmegen wil de komende jaren acht wijken versneld van het gas af. Acht! Dat zijn meer woningen dan heel Alverna, Balgooi, Niftrik, Batenburg en Herne bij elkaar dan praat je nog eens ergens over. Wat de Gelderlander het Nijmeegse coalitieakkoord betitelde als vol gas naar een groenere stad, beschouw ik als een frivool woordgrapje. Want vol gas is er voor het verkeer in Nijmegen niet meer bij. Neem de Waalkade. Het nieuwe college wil haast maken met de vergroening van de Waalkade ten koste van het autoverkeer. Dat was afgelopen donderdag al te merken. Een kudde schapen liep op het dode gemakkie vanuit de ooipolder over de waalkade naar de dijken bij het oude Elektrabelgebouw om daar te gaan grazen. Dit op verzoek van de gemeente. Het gras groeit daar zo hard dat ze dit jaar nog twee keer heen en weer moeten lopen over de waalkade. Schapen vallen onder langzaam verkeer en daar geldt het eenrichtingsverkeer niet voor. Laat de schapen maar doorlopen naar wiegen. Daar is openbaar groen genoeg voor hen om te grazen. Een concrete start van energie-neutraal groenbeheer.